De Henri Frans de Zielstichting heeft vanmorgen de 105e geboortedag van de schrijver-dichter, wiens pseudoniem Trefosa is, herdacht. Trefosa is de schrijver van het tweede couplet van het Surinaams volkslied. Volgens Johan Rooser, voorzitter van de stichting, wil hij zich graag dat de woorden van de dichter Wimusiti Kondreboom ook nageleefd worden. Hans Breeveld, voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting, geeft een levensbeschrijving van de dichter en zegt dat vele anderen het goede voorbeeld van hem hebben opgevolgd. Als Wimusiti Kondreboom het realiseren van welzijn en welvaart voor een ieder betekent, is de opdracht van Trefosa één die blijvend is. We moeten blijven werken aan de eenheid en verbondenheid die ons land zo sterk hebben gemaakt en ten strijde trekken tegen wat onze empathie voor elkaar ondermijnt en de integratie belemmert. We moeten dat doen omdat er tendensen tot onverschilligheid en onverdraagzaamheid waar te nemen zijn en de angst voor discriminatie door sommigen bewust wordt gevoed. In 1957 liet Trefosa als eerste een gedichte bundel in het Sernanton met Sernanton geschreven gedichten het daglicht zien. De titel was Trochi, wat aanhef betekent. Zijn Trochi heeft een enorme pitchie veroorzaakt. Dobro, Thea Doelwey, Michael Slory, Srinivasi, Slagveer en vele anderen waren dat antwoord. En zo heeft Trefosa, stil en bescheiden als hij was, met zijn bundel een stille literaire revolutie ontketend in ons land. Volgens Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblée, zal het werk van de ziel nimmer vergeten worden. Hij hoopt dat de stichting erop zal toezien dat de werken van Trefosa in Suriname blijven. Want dat na een mooi piswroko zou je doen in een grondtapu. Dat en mek dat we mek een verschil uit. En dit is de basis dat die dena die we leven in eenheid na een magandra. We hebben een hoge mate voor tolerantie. We accepteren magandra in wiens van jude, in wiens soort kloor. In wie soort religieën beleid? Keizerstraat, de one big voorbeeld voor dat die. En we leggen ons revie, we drukken ons stempel, dat grond tapu naar een facilitie. U hoort ook vice-president Ronnie Brunswijk, die aangeeft dat hij het als zijn plicht ziet om de samenleving te blijven inspireren om de inhoud van het volkslied steeds in gedachten te hebben. En te leven naar de inhoud hiervan, zoals Trefosa dat aangeeft. Wins opent atakumoto, Wimusiti Kondreboom. Deze woorden geven aan dat wij samen, ongeacht herkomst, afkomst, etniciteit, geloof of cultuur, verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van ons land. Vice-president Ronnie Brunswijk en daarvoor Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblée. Ze spraken vanmorgen tijdens de herdenking van de 105e geboortedag van Henri Frans de Ziel, oftewel Trefosa. Er zijn kransen gelegd bij zijn monument nabij de oostingang van het presidentieel paleis.